Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar de geheugencel. De geheugencel is in heel veel schakelingen een heel fijn component, omdat hij letterlijk, zoals het al staat, een geheugen heeft. En ik sluit nu op de setkant en op de resetkant een draadje aan. Ik sluit de uitgang in dit geval even aan op een ledje. En als ik op de set druk, dan gaat het lampje branden. Als ik de set nu weer loslaat, blijft het lampje branden. En wat ik ook doe met set, lampje blijft aan. Als ik nu op de reset druk, dan pas gaat het lampje uit. Als ik de set ingedrukt hou en ik druk op de reset, blijft het lampje in dit geval aan. Dat kan bij sommige componenten anders zijn. Maar eigenlijk moet je niet willen dat er bij een geheugencel allebei de ingangen in gebruik zijn. Ik kan wel zeggen, als ik nu de reset aan heb en ik druk op de set, dan gaat in dit geval bij deze geheugencel het lampje ook aan. Bij dit geheel is het niet handig om een waarheidstabel te tekenen. Omdat je namelijk te veel verschillende mogelijkheden hebt en vooral omdat deze tijd afhankelijk is. Dus als ik op de set heb gedrukt en ik laat de set weer los, kan het lampje bij twee keer uit aanstaan. Als ik op de reset heb gedrukt, heb ik nog steeds twee keer uit nu en het lampje is uit. Dus daar zit wel logica in, maar er zit geen logica in waar je een waarheidstabel bij kunt maken. Als je, en het woord waarheidstabel staat nu nog wel op dit bord, die gaan we dus niet maken. Maar als je hem moet tekenen, dan ziet die er als volgt uit. Dan hebben we een vierkant met daarin bij voorkeur de hoofdletter M. En de ingangen heten Z en reset. Zet dat er ook alsjeblieft bij. Als het er niet bij staat, dan ja, ziet het er gewoon wat minder mooi uit. En nou ja, ik kan zeggen minder mooi uit. Dan weet je gewoon niet meer wat welke uitgang is. Of wat welke ingang is. En we hebben natuurlijk ook vanzelfsprekend een uitgang. Teken die er ook bij. Als je een geheugencel tekent. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en ik hoop dat je iets van deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken.